Hallo, welkom allemaal. Ik ga jullie laten zien hoe je opdracht 1 maakt van het boek Excel Ervaringsleren. Dit is versie 5.1 waar ik mee werk. 5.1. Op de eerste plaats moet je Excel starten. Je klikt op de startbutton links onder in je scherm. En dan typ je in het zoekvenster Excel. Dan komt Excel bovenaan te staan in het uitklapmenuutje wat je ziet verschijnen. Dan moet je klikken op Microsoft Excel 2010. En het programma opent zich. Jullie krijgen misschien een klein venstertje hier in het midden van het scherm. Dan moet je even op OK klikken en dan kun je verder. Goed, dit is Excel. Nou, ik moet de tabel maken die in het boek staat. In cel A1, het is cel A1, staat een 1, dus ik typ een 1. En dan toets ik het pijltje naar rechts, druk pijltjestoets naar rechts en op je toetsenbord. Dan komt hij in cel B1 te staan, de cursor, dan typ ik 2. Weer pijltje naar rechts. In cel C1 staat 3, en zo moet je telkens verder. Hè? Met de pijltjestoetsen kan ik kiezen in welke cel ik iets ga schrijven. Ik ga nu in cel A2 een 1 schrijven. Dan 2, dan 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zo ziet de tweede rij eruit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ik ga weer helemaal naar links. Weer een 1. Een 3. Omdat dit versie 5.1 is, komt er nu een 7. In andere boekjes komt hier een 5. Maar hier staat een 7, dus ik typ een 7. Je moet gewoon de tabel typen die in je boekje staat. 17, 19. Oké, dan moet je in cel A10, dat is hier, moet je je naam typen. En dan de naam van je groep. En dan de datum van vandaag. Dus dit kan allemaal anders zijn bij jullie, dat is anders bij jullie, dan nu bij mij. Je typt hier toch gewoon je eigen naam natuurlijk, je eigen groep, de datum van vandaag. Dit is wel hetzelfde voor iedereen, opdracht 1. Dat is de opdracht waar we nu aan bezig zijn. Nu is opdracht 1 eigenlijk al klaar. Je moet alleen nog printen en opslaan. Printen doen we zo. Klik op bestand. Afdrukken. En afdrukken. Voordat ik ga afdrukken laat ik je even zien dat het papiertje wat je dadelijk haalt, het printje wat je dadelijk gaat halen bij de printer, heeft geen lijntjes. Dat is normaal. Je ziet de lijntjes wel op het scherm, maar niet op je printje. Later leren we hoe je die lijntjes wel weer tevoorschijn haalt. Goed, ik klik op afdrukken. En ik kan mijn printje gaan halen. Maar voordat ik dat doe, ga ik eerst mijn bestand even opslaan. Ik klik op bestand, opslaan als. De naam van de tabel is tabel 1. Veel mensen vergeten dit en kunnen naderhand hun bestand niet meer terugvinden. Ik klik op omslaan en mijn bestand is opgeslagen. Dit is opdracht 1.